Leerdoel: BTW. In deze animatie zal ik ingaan op de journaalposten rondom het betalen, verrekenen en terugvorderen van BTW. Ik laat nu eerst de belangrijkste balansposten zien die van toepassing zijn. Dit zijn de posten die ik eerder heb behandeld in de animatie In- en Verkopen en daarnaast de posten die van toepassing zijn op de BTW. Allereerst de rekeningen van bezit voorraad. Deze post vertegenwoordigt de goederen die in voorraad zijn en die verkocht kunnen worden. Debiteuren. Een debiteur is een openstaande factuur die nog betaald moet worden door een klant. De post debiteuren wordt gebruikt voor de verkoopoprekening. Bank. Deze post wordt gebruikt voor de verwerking van uitgaven en ontvangsten, zoals bijvoorbeeld de betaling van een factuur door een klant. En tenslotte, te vorderen BTW. Dit is het BTW-bedrag dat de onderneming nog terug kan vorderen van de Belastingdienst. Dan komen we nu bij de rekeningen van schuld. Allereerst crediteuren. Dit zijn openstaande facturen die nog betaald moeten worden aan leveranciers van de onderneming. Te betalen BTW is het BTW-bedrag dat je moet betalen aan de Belastingdienst. Af te dragen BTW is het saldo van te vorderen en te betalen BTW. Dit is het bedrag dat daadwerkelijk moet worden betaald aan de Belastingdienst. Als het saldo te vorderen BTW groter is dan het saldo te betalen BTW, dan is de rekening af te dragen BTW een rekening van bezit. Is het saldo te betalen BTW groter, dan is deze rekening een rekening van schuld. Omdat in de meeste gevallen het saldo te betalen groter is dan het saldo te vorderen, heb ik de post in de balans als rekening van schuld opgenomen. Ten slotte de rekeningen van de resultatenrekening. Dit zijn dezelfde twee rekeningen die van toepassing zijn op in- en verkopen, namelijk inkoopprijs verkopen en opbrengst verkopen. Let op: op de resultatenrekening staan geen posten rondom BTW. Dat komt omdat BTW alleen leidt tot een ontvangst of een uitgave en nooit tot kosten of opbrengsten. In Nederland en de meeste andere landen wordt omzetbelasting geheven in de vorm van de belasting toegevoegde waarde, ofwel de BTW. De omzetbelasting is een verbruiksbelasting en wordt uiteindelijk betaald door de eindconsument. Consumenten betalen dit echter niet direct aan de Belastingdienst, maar via ondernemingen die hierin als het ware een doorgeefluik zijn. Ondernemers moeten ook aan andere ondernemingen btw in rekening brengen, maar mogen de btw die zij betaald hebben terugvorderen van de Belastingdienst. Door dit systeem dragen ondernemingen per saldo alleen belasting af over het verschil tussen de inkoopwaarde en de verkoopwaarde. Dit is de toegevoegde waarde van de onderneming. Ik laat dit nu zien aan de hand van een voorbeeld van een verkoop van een VR-bril door een elektronica-winkel. De VR-bril heeft een verkoopprijs van 1000 euro en een inkoopwaarde van 600 euro. De toegevoegde waarde is dus 400 euro. Het BTW-percentage is 21%. Uiteindelijk wordt de BTW op de toegevoegde waarde berekend van 400 euro. De belasting is in dit geval 21% maal 400 euro is 84 euro. We onderscheiden de volgende btw-tarieven. Het reguliere hoge tarief geldt standaard voor bijna alle goederen en diensten. Het lage tarief geldt voor de belangrijkste levensbehoeften zoals voedingsmiddelen, water, agrarische goederen, geneesmiddelen, etc. Daarnaast geldt het ook voor bijvoorbeeld kunst, antiek, sport, boeken en tijdschriften. Het 0% tarief geldt voor een aantal bijzondere categorieën, zoals goederen die geleverd worden aan het buitenland of de levering van schepen en vliegtuigen. Bepaalde branches en activiteiten zijn vrijgesteld van btw. Dit is niet hetzelfde als het 0% tarief. Bedrijven die vrijgesteld zijn van btw mogen namelijk ook niet de betaalde btw terugvorderen van de Belastingdienst. Bij vrijstellingen wordt ook geen btw vermeld op de factuur, terwijl bij leveringen met het 0% tarief. Het tarief en het bedrag aan btw wel vermeld wordt. Voorbeelden van vrijgestelde branches en activiteiten zijn financiële diensten, gezondheidsorganisaties en onderwijs. De btw wordt over de verkoopwaarde van producten of diensten berekend. De btw is gelijk aan de verkoopprijs voor btw, vermenigvuldigd met het geldende btw-percentage. Als een bedrijf goederen verkoopt of diensten levert, stuurt het daarvoor een factuur aan de klant. Deze factuur moet voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen die door de Belastingdienst zijn bedacht en opgelegd. Hierdoor is het voor de Belastingdienst altijd makkelijk om de btw te kunnen controleren. De belangrijkste financiële gegevens op een factuur zijn de overeengekomen prijs, het geldende btw-percentage en eventueel verleende kortingen. Ook de betalingstermijn staat vermeld. Het bedrag exclusief btw is gelijk aan de omzet. Over het bedrag exclusief btw moet de klant btw betalen aan jou. Het factuurbedrag is dus inclusief btw. De debiteurenpositie is dus ook altijd inclusief btw. De btw wordt berekend over het factuurbedrag na eventueel verleende kortingen. De btw die je ontvangen hebt van de klant moet je later weer betalen aan de Belastingdienst. Ik laat nu een voorbeeld zien van de verwerking van de btw. Een bedrijf ontwikkelt een website voor een klant. Op de activiteiten is een btw-percentage van 21% van toepassing. Het bedrijf brengt de klant 1.000 euro exclusief BTW in rekening. De boekingsstappen zijn dan als volgt: de grootboekrekeningen debiteuren opbrengst verkopen en te betalen BTW zijn van toepassing. Debiteuren is een rekening van bezit en neemt toe. Debiteuren moeten dus debet worden geboekt. Het bedrag is 1.000 euro exclusief BTW. Op de verkoop is 21% BTW van toepassing. Het totaalbedrag van de debetboeking bedraagt dus 1210 euro. Debiteuren zijn altijd inclusief BTW. Opbrengst verkopen is een resultatenrekening. Dit is een hulprekening van het eigen vermogen. Door de verkoop neemt het eigen vermogen toe. Opbrengst verkopen moet dus krediet worden geboekt. Het bedrag van de kredietboeking bedraagt 1000 euro en geen 1210 euro, omdat de in rekening gebrachte BTW geen opbrengsten zijn. Te betalen BTW is een rekening van schuld. De schuld neemt toe en moet dus kredit worden geboekt voor een bedrag van 210 euro, namelijk 21% van 1000 euro. De journaalpost is nu. Debiteuren aan te betalen BTW aan opbrengst verkopen. Zoals een verkoopfactuur altijd gericht is aan de klant, is een inkoopfactuur altijd afkomstig van een leverancier. Het bedrag dat de leverancier met jou is overeengekomen is gelijk aan de kosten of investering. Over het factuurbedrag wordt door de leverancier btw gerekend die jij moet betalen, maar die je later weer mag terugvragen bij de belastingdienst. De btw wordt altijd berekend over het netto bedrag. Dat zijn de kosten of investeringen na de verleende kortingen door de leverancier. Jij moet zowel de btw als het overeengekomen bedrag betalen aan de leverancier. Daarom is het saldo crediteuren op de balans net zoals het saldo debiteuren altijd inclusief btw. Ik laat nu een tweede voorbeeld zien van een inkoop en de bijbehorende verwerking van de btw. Een bedrijf koopt voor 2000 euro een voorraad boeken in. Op de boeken is een btw van 9% van toepassing. De boekingsstappen zijn nu als volgt. Op de inkoop van de boeken zijn de rekeningen voorraad, te vorderen btw en crediteuren van toepassing. Voorraad is een rekening van bezit. De voorraad neemt toe. Voorraad moet dus debet geboekt worden voor een bedrag van 2000 euro. De vordere btw is een rekening van bezit. De post neemt toe. De vordere btw moet dus debet geboekt worden voor een bedrag van 9% maal 2000 euro, is 180 euro. Crediteuren is een rekening van schuld. De schuld neemt toe met het factuurbedrag inclusief btw. Crediteuren moet dus credit worden geboekt voor een bedrag van 2180 euro. De journaalpost die volgt is voorraad. En te vorderen BTW aan crediteuren. Aan het einde van een kwartaal wordt door ondernemingen de aangifte voor omzetbelasting gedaan. Hierbij wordt berekend welk bedrag aan BTW per saldo nog betaald of teruggevorderd dient te worden. Dit te betalen of te ontvangen saldo wordt bij het doen van de aangifte geboekt op de grootboekrekening af te dragen BTW. Dit gebeurt via de volgende twee stappen. Stap 1 is het overboeken van het saldo op de rekening te betalen BTW en te vorderen BTW. Naar de grootboekrekening af te dragen BTW. Hierdoor is het saldo te betalen BTW en te vorderen BTW weer nul. Stap 2 is de betaling of de ontvangst van het saldo af te dragen BTW aan de Belastingdienst via de bank. Ik laat nu een voorbeeld zien van een onderneming die een bedrag van 8000 euro terug kan vorderen van de Belastingdienst en een saldo van 10.000 euro aan te betalen BTW heeft. De balans van deze onderneming ziet er als volgt uit. De boekingsstappen met betrekking tot de overboeking van het saldo te betalen BTW naar de grootboekrekening af te dragen BTW zijn als volgt. De grootboekrekeningen te betalen BTW, te vorderen BTW en af te dragen BTW zijn van toepassing. De rekening te betalen BTW is een rekening van schuld. Het saldo neemt af en moet dus debet worden geboekt voor een bedrag van 10.000 euro. De rekening te vorderen BTW is een rekening van bezit. Het saldo neemt af en moet dus credit worden geboekt voor een bedrag van 8000 euro. Wat overblijft is een saldo af te dragen btw van 2000 euro. Dit saldo moet op de rekening af te dragen btw worden geboekt. Het saldo is een toename van de schuld aan de belastingdienst en moet dus credit worden geboekt. De journaalpost is nu te betalen btw aan te vorderen btw aan af te dragen btw. Na deze stap ziet de balans er als volgt uit. De tweede stap is het betalen van het af te dragen btw-saldo aan de Belastingdienst. De boekingsstappen zijn als volgt. De grootboekrekeningen af te dragen btw en bank zijn van toepassing. Af te dragen btw is een rekening van schuld en neemt af. De rekening moet dus debet worden geboekt voor een bedrag van 2000 euro. Bank is een rekening van bezit en neemt door de betaling af. Bank moet dus worden gecrediteerd voor een bedrag van 2000 euro. De journaalpost is nu. Af te dragen BTW aan Bank. Na deze boeking zijn de BTW-posities volledig weggeboekt en ziet de balans er als volgt uit.